Op de tweede stadsomwalling, dus uit het eind van de 13e eeuw, daarop werden ook molens ingeplant. Dat was natuurlijk niet toevallig. Op de top van die wal had je behoorlijk wat wind en dat was dus een uitstekende plaats om molens neer te potten. Nu, het was zo dat middeleeuwse Brugge ongeveer 25 à 30 molens telde. Nu, nagenoeg al die molens verdwijnen vanaf 1850. Vanaf 1850 worden in feite die molens vervangen door mechanische malderijen. En het gevolg is dat men bij de aanleg van de stadswandeling systematisch die molens gaat afbreken. Rond 1900 begint dan toch het besef te groeien dat men daar een stuk patrimonium vernield heeft. En wanneer men dan vanaf 1915 de kruisvest aanlegt, wordt er daarmee rekening gehouden. Op de kruisvest staat al de Sint-Janshuismolen of de Bakkersmolen. Dat was in feite de molen die gefinancierd werd in het eind van de 18e eeuw door de Bakkersgelden. Wel, die plaats heeft men dan verder uitgebouwd en op de nog bestaande molenheuvels heeft men dan een aantal nieuwe molens geplaatst die een beetje van overal in West-Vlaanderen afkomstig waren. Dat is dus de Koelewijmolen, de Nieuwe Papegaai, afkomstig uit Beveren aan den IJzer, en dan nog de Bonchère molen die uit Olsne komt. De hele middeleeuwen door stonden er op de kruisvest helemaal geen bomen. En niet alleen op de kruisvest, maar overal waar molens op de vesten stonden, hadden die het zogenaamde windrecht of het malenrecht. En dat betekende dat de molens volop wind moesten kunnen krijgen en bomen waren dus niet vast voor die molens om te kunnen draaien naar behoren. Maar uiteraard vanaf de 20e eeuw verviel dat gebruiksrecht van dat windrecht. En die molens hadden ook helemaal niet meer de wind nodig om maalvaardig te zijn zoals ze in de middeleeuwen waren, waar ze brood nodig waren, letterlijk. Terwijl in de 20e eeuw stonden ze er eigenlijk nog als siraat, zeg maar, als archeologisch erfgoed. En vanaf dat moment werd er nog enkel op de zondag gemalen op één of twee van die molens en niet meer op al die molens natuurlijk. Ze waren eigenlijk een toeristische attractie op dat moment. Toch was er in de jaren 80 en 90 een grote discussie tussen de Groendienst enerzijds en de molenaars anderzijds, die tegengestelde meningen hadden over hoeveel bomen hier nu eigenlijk mochten staan, hoe hoog ze mochten worden, hoe streng ze moesten gesnoeid worden enzovoort. En op dat moment is er eigenlijk een bijna molenoorlog ontstaan, zou je kunnen zeggen, want er was echt een stevige discussie. En er is zelfs op dat moment een raad van wijzen in het leven geroepen die uiteindelijk moest beslissen wat er moest gebeuren. Op dat moment zijn er heel veel bomen gekapt op de kruisvest, namelijk de bomen die ongeveer op deze plaats aan de zijde van de stad stonden. En daar zijn dus heel veel populieren gekapt, er zijn veel andere bomen ook nog gekapt. En de bomen die er nu nog staan, deze esdoorns, Noorse esdoorns ook wel, die zijn op dat moment getopt. Dus die zijn lager gemaakt dan ze op dat moment uitgegroeid waren. En waar de bomen gekapt waren, mocht er niks nieuws meer geplant worden, tenzij dat die bomen streng zouden geknot worden. En dat zijn dan de knotwilgen geworden die je daar aan de straatzijde ziet staan. En die moesten dus op regelmatige tijdstippen geknot worden. Om de 4, 5, 6 jaar moesten die schietwilgen geknot worden. Allemaal als compromis tussen de molenaars en tussen de groendienst. En die situatie is dan blijven bestaan tot op de dag van vandaag. Dat windrecht is geen echt recht meer. Dat is iets wat wettelijk gezien niet meer van kracht is. Maar de molenaars willen natuurlijk graag een situatie waarbij ze minstens nog kunnen tonen aan de mensen hoe die molens moeten werken. En dus op die compromis-toestand van eind jaren 90 is de situatie gestagneerd en is tot op de dag van vandaag de situatie die geldig is eigenlijk.